op het programma staat vandaag de Alphense derby tussen Alphense Boys en Alphia. Om een stapje dichter bij de KNVB-beker te komen, zal een van de teams vandaag natuurlijk moeten winnen. Voorafgaand aan de wedstrijd mag een jonge pupil nog laten zien wat hij in huis heeft. En daar gaat hij. Op het doel af van Van Kassel. Oh, wat doet hij nou? Die speelt de bal terug. En dan... Ja, golazo! En dan is het nu de beurt van de grote herenteams om te laten zien wat zij in petto hebben. Aan de bal Duurham. Hij kijkt om zich heen. En dan speelt hij de bal uit, want daar ligt aanvoerder Remco Zuidervliet geblesseerd op de grond. Hij kan niet doorspelen en zal het veld dus moeten verlaten. Voor hem komt in de plaats Delano Beck. De bal wordt vanuit de achterhoede naar voren gepeerd. Dan valt die bal bij Beck. Hij pompt de bal ook naar voren. Wilde ik zeggen, maar het is een keurige paas op Gwenaoui. Mooie dribbelactie van Gwenaoui. Wee wee. Het staat 0-1 voor de Alphianen na een keurige bal van Beck. Waardoor Gwenaoui kon doorlopen en Alphia op een voorsprong kon brengen. Heerlijk gedaan voor Alphia. En dan ja, valt Beck daar toch prima in met die bal. Hier nog een keer de actie van Gwenaoui. En daar passeert hij Boer en is het een doelpunt. Dan gaat Alphense Boys het ook maar een keer proberen. De bal wordt aangenomen door Abink. En dan raakt Abink de bal slecht waardoor een veelbelovende aanval in rook opgaat. De boys proberen van het achteren op te bouwen en een gaatje te vinden in de defensie van de Alphianen. Dan wordt nog maar een keer de lange bal geprobeerd, maar dit resulteert enkel in een doeltrap voor Alphia. Ingooi voor Alphense Boys. Komt hier dan gevaar uit? Anamoussi Pieters geeft voor en dan gaat hij net langs iedereen heen. Dit had de 1-1 kunnen worden. Nu dan nog de kans met de corner. Die wordt weggewerkt. Kan Alphia dan gaan counteren? Vennig neemt aan. Maar de bal is te hard. Alphense Boys valt aan. Maar dan zit een hele harde tackle van Blokland op Timo het Zand. De scheidsrechter houdt het bij een waarschuwing en geeft best logisch een vrije trap aan Alphense Boys. Die wordt genomen en oh, die slinger maar net over. Het leek echt in de illusie alsof hij erin ging. Maar ja, een goede techniek, maar helaas geen resultaat. Het is naast 7 september ook nog eens een hele warme dag. Dus beide teams mogen even de dorst lessen. Hier dan weer, Gwenaoui. Gaat hij het dan weer flikken? Gwenaoui op tocht. Speelt hem de keeper niet voorbij en daardoor kan keeper Rens Boer de dreiging eruit halen. Net voor rust wordt hier dan een overtreding gemaakt. Maar scheidsrechter Beekman die houdt het voor gezien. We gaan rusten met een 0-1 voorsprong voor de uitploeg. De tweede helft is begonnen. Voorzet van Abink. Anamoussi wordt hier lichtjes vastgehouden. En de scheidsrechter besluit hiervoor een vrije trap te geven. Anamoussi. Gaat hij het dan doen? En het antwoord is nee, hij schiet de bal net over. Toch wel een grote kans voor Alphense Boys. Alphia zoekt naar de 0-2. Goede voorzet op El Bouni. Oh, hij raakt de lat. Hier was Alphia heel dichtbij de 0-2. Oliveira en een redding van Boer. Dan wordt dit de laatste kans voor Alphense Boys. Stiphout slingert de bal de 16 in. En kopbal, maar onschadelijk gemaakt door Van Kassel. En dan lijkt dit het einde. En Van Kassel die trapt de bal uit. En Beekman die blaast op zijn fluitje. Alphia wint bij de Alphense Boys in de strijd om de KNVB-beker. Alphense Boys was in de tweede helft nergens meer te bekennen. In de eerste helft kwamen ze nog dichtbij, maar het was niet genoeg. De eindstand is vandaag dus 0-1. Marcel.
Ja, dat was een tegenvaller deze wedstrijd, denk ik, voor jou van de zijkant bekeken. Ja, niet eens de uitslag, maar voornamelijk wat we aan de bal hebben gedaan vandaag. Ja, ik heb eigenlijk geen enkel... Ik heb in de tweede helft één schot op het doel gezien van jullie. Ja, dat klopt. We waren vandaag niet bij machten om kansen te creëren, terwijl we dat die andere wedstrijden wel hebben gedaan. En dan blijkt voetbal met bal toch een stuk moeilijker dan voetbal zonder bal. Marcel Vondeling, ja, een 0-1 overwinning op Alphense Boys. Daar had je van tevoren voor getekend, denk ik. Als je kunt tekenen voor een overwinning, dan duurt het altijd, Herman. Uiteindelijk komen uit een omschakelmoment, komt Amin in 1-1. Ja, die is op de goede weg, die is dodelijk. Hij maakt een goede 0-1. Daarna hebben we gekozen om wat meer in te zakken, om de ruimte wat kleiner te houden. Omdat je gewoon tegen een goede voetballende ploeg speelt. Je speelt uit tegen een eerste klasser. En je ziet ook dat je het op een gegeven moment moeite krijgt om het te belopen. Daardoor moet je ook 5 keer wisselen en je moet al snel wisselen. Met Remco die natuurlijk uitvalt. Maar ja, over het balbezit, dat moet veel beter. Dat gaan we ook met videoanalyse weer terug bekijken. Maar het verdedigende, dat werd uitstekend gedaan. Milan en Mike, jullie zijn twee oud-gedienden eigenlijk van de Alphense Boys. Je begint met een nieuwe ploeg aan de voorbereiding. Hoe hebben jullie dat ervaren, die voorbereiding? Nieuwe trainer, nieuwe staf misschien. Is er veel veranderd? Ja, ik denk als je kijkt op het veld al wel dat er wel redelijk wat veranderd is qua samenstelling van het team. En natuurlijk ook qua energie vanuit de staf en de nieuwe gasten brengen ook wat. Eigenlijk was ik over de voorbereiding redelijk tevreden. Maar ik denk dat we vandaag eigenlijk wel door de ondergrens zakken. Twee nieuwelingen van Alphense Boys. We hebben net twee ouderlingen gehad. Even om voor de kijkers je voor te stellen. Jij bent? Ik ben Martijn Hogeboom, 30 jaar, kom uit Rulevarenc en eerste jaar bij Alphense Boys. En nog een nieuweling, die is een stuk kleiner. Ik ben Asdiana Moussi, ik ben 21 jaar, kom van Rotterdam. Mijn vorige club is Genomo uit Tsjechië. Dat is voor het laatst waar ik heb gespeeld. Het is mijn eerste jaar nu bij Alphense Boys. Je komt van Tsjechië naar Alphen aan de Rijn. Nou, meestal is het omgekeerd, maar hoe is dat zo in godsnaam gekomen? Hoe het is gekomen, ja, er waren bepaalde dingen die niet werden nagekomen. Ik begon hier bij Alphense Boys. Uiteindelijk belde Tsjechië me op om te komen voetballen. Alles was concreet. Uiteindelijk is het niet geworden en heb ik Alphense Boys met Alphense Boys besproken dat we toch samen weer het seizoen verder kunnen. Ja. Uiteindelijk is het wel geworden en ben ik blij mee. Ja. Nou heb ik een beetje begrepen dat jullie dat in principe willen doen met spelers uit de eigen jeugd. Maar dat gaat niet altijd lukken natuurlijk, want je zag vandaag natuurlijk, je hebt Hogeboom is erbij gekomen. Dat is een jongen van 30 als ik het goed heb. Je hebt wat meer power en kracht en persoonlijkheid nodig om jeugd te sturen. Zeker, helemaal mee eens. Daarom ben ik ook heel blij dat het dit seizoen gelukt is om wat senioriteit erbij te halen op de verschillende linies. Alphense Boys heeft op dit moment niet de financiële middelen die wellicht andere clubs wel inzetten. Daarom ben ik extra trots dat de spelers die wij binnen hebben weten te halen, dat zij bewust voor Alphense Boys hebben gekozen. Maar uiteindelijk zullen wij het wel echt moeten hebben vanuit eigenlijk de kracht van onze jeugdopleiding. Ja. Dus ja, dat is wel waar we aan vasthouden.